Het is een slechte dag voor de kaas, want als u naar de kaas kijkt, als u daarvoor in de hand kijkt, dan zie ik de sliedruppeltjes op de kaas. Dus het is een behoorlijk wat water. Waarom wordt het op een kaas geklopt? Nou, daar wordt gekeken namelijk op veel wolken vervangen. Als je de wolken bevatten, dan heeft een slechte bacterie zijn werkgenaam en voor boterzuur gezorgd. En we moeten bedenken dat boterzuur het belangrijkste ingrediënt is van zweet. Dus als die kaas er zo slecht uitziet, dan... Dan, dames en heren, ik vroeg me net aan boer Jos. Jos. Wij hebben een oproep gedaan. En moet je nou naar het tv-programma of niet? Ik hoop voor jullie, ik hoop nog steeds dat er vrouwen zijn op deze bank die deze charmante boer in het leven zijn willen gaan. Ik zie somber in. Ik heb het onderwerp aangemaakt, daar de volgende. Ik denk toch, misschien dat ik het nog ga doen. Misschien dat het nog... Oh, we krijgen het niet zo op verkozen. I just told that because of the weather, the warm weather, the cheese is less. That is the zwarte plaat. The soft cheese has a lot of blood. The price is still 45 and one party is 35.
Maar ik vind heel goed. Zo, de handelaar heeft hier een partij. Je moet toch hard voor werken. In een 5 minuten is een juf als ze een prijs gaan halen. En onze huiskapel wil graag nog een speler die voor u ten gehoor brengt. 1. Dan bij de kaasmarkt. Zit bij de kaasmarkt? Dan. Gewogen wordt te horen wat het totaalgewicht is. Ik loop daarvoor naar de wagen toe. I walk to this weighing house to see what the total weight is. Ah, ja. Ja, wie heeft vandaag gewogen? En wat is het gewicht? Ja, ik heb het dan gewogen. Het juiste gewicht is 154 kilogram. Dus 174 kilo en 300 gram, 164 kilo en 300 gram. 174 kilo en 300 grams.
170 kilo en 300 gram. Wij gaan kijken wie de prijzen gewonnen heeft. Oh, dat komt er zo aan. Ja, de briefjes die ingeleverd zijn, die moesten bijzonder snel gecontroleerd worden. En in ieder geval delen we 3 prijzen uit. Goed dan ook. 174 kilo en 300 gram. En die zit daar in de buurt. Dit is de 3e prijs. En die... Nee, zeg maar. Iemand die zit er 4 kilo vanaf. 170 kilo en 250 gram. En dat is de heer of mevrouw B. Kuipers van de Kerkstraat uit Maden. Waar is mevrouw of meneer Kuipers? Niemand voor de 3e prijs, dan houden we die nog eventjes. En dan komen we misschien straks nog even op terug. De 2e prijs zit er weer dichterbij. Dichterbij die 174. Namelijk 171 kilo en 300 gram. En dat is van César Wyop uit Amsterdam. Waar is César Wyop? Oh, daar. Meneer Wyop, kunt u, zullen wij maar naar u toe komen? Ja. Ja, nee, daarom zeg ik ook, dan zullen wij naar u toe komen. Oké, daar komt u. Meneer Wyop, van harte gefeliciteerd met uw 2e prijs. En u ziet dat u een paar dagen voort kunt. Hoe heeft u dat gedaan? Ja, gelukkig weer draaien. 86 keer 86. 60 keer. Ja, u was dus goed in hoogte. Ja, nou. Hartelijk gefeliciteerd nogmaals. En wij gaan verder met uitreiken. En dan de 1e prijs, en die zit er net boven, en dat is 175 kilo en 350 gram. En die is gewonnen door Frank Broek uit Amsterdam. En waar is Frank Broek voor de 1e prijs? Ja, oh, u kunt er makkelijk overheen, zo te zien. Dat kunt u op de terugweg niet, want u heeft een mooie prijs gewonnen. De hoofdprijs, van harte gefeliciteerd. En wij hopen dat u en van onze kaaskoningin krijgt u deze prachtige verzameling kaas. Ik hoop dat u er veel plezier aan beleeft. En ik hoop ook dat u vandaag veel plezier heeft. Ja, tot genoegen. Dames en heren, dit was het onderdeel van Raad de Kaas. Ja. Ik kom nog een keer terug bij die eerste en bij de 3e prijs. Die is voor de heer of mevrouw B. Oh, dat is wel een naam, dat praatje. Deze is verkocht. Hallo, u zit al verkocht. En ik heb daar nog een partij aan leggen, ik ga je het zonder bier. Waar is dat? Ja, ik ben niet meer zijn gevangen. Dezelfde kleur, hè? Kijk, ik wil het wel een beetje. Ja, maar dit is een beetje. En hoe gaat het hier? Altijd met het zingen van ons Edamse, je zou kunnen zeggen, volkslied.
stadslied. Een heel fraai lied dat we met volle borst mee zullen zingen. Een bijzonder plezierige en vooral zonnige morgen hebt gehad met ons.
Wij vonden het erg leuk om dit voor u te doen. Dan maar even een woordje. Oh, er komt nog iets tussendoor.